Hallo beste kijkers, welkom bij mijn eerste video van het kanaal van Mace Stormtroopkiller. We gaan vandaag beginnen met de walkthrough van Star Wars The Force Unleashed. Voor we dat doen wil ik even een paar dingen over mijn video's toelichten. Ten eerste, ik stotter nogal, dat zul je helaas voor lief moeten nemen. Ik zal proberen het komt daar zo goed mogelijk te doen. Er is geen geluid vanwege de microfoon. Dat kan ik helaas niet wegnemen. En deze parts zullen elke maar 10 minuten duren. Ik zal aankondigen wanneer de part bijna klaar is. Zodat je niet abrupt de video zult zien eindigen. Oké, laten we beginnen. New game. Classic Invasion. Star Wars The Force Unleashed. We doen medium. Dat is voor iedereen wel duidelijk. Ik had eigenlijk ook wel toen de Sith Lord willen proberen. Maar dan zou ik te vaak hiervoor doodgaan. En we willen natuurlijk wel dat het opschiet. Standaard Star Wars intro. Oké, ik hou op. Force Unleashed. Ja. Duidelijk is het sterrenstelsel in moeilijkheden vanwege het Empire van Palpatine. De oude Republiek is verdwenen. Heel veel werelden zijn in greep van angst. De Jedi Knights zijn allemaal uitgegroeid vanwege Order 66. Alleen een handvol heeft weten te ontsnappen. De spionnen van de keizer hebben een eenzame Jedi Knight op de Wookiee homewereld van Kashyyyk gelokaliseerd. En Darth Vader gaat heen om hem te doden. Great. Ja, dat duurt toch altijd al even voordat het beeld geschoven is. En voilà. Daar gaan we dan. Imperial Star Destroyers zweven boven Kashyyyk om het in te nemen. Ik moet zeggen dat dat detail behoorlijk goed uitziet. Kijk dat nou. Imperial Settle vertrekt uit de buik van een van de destroyers. Nou, drie keer raden wie daar aan boord zit. Het is op Kashyyyk niet pluis. Empire is al hard bezig het over te nemen. En al ze natuurlijk wel flink wat moeite hebben tegen al die boekies. Kijk, die heeft hier allemaal dood. Dum 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 dum. Nou, Vader is geland. Wordt dus duidelijk dat we in het eerste hoofdstuk, het proloog, met Vader mogen spelen. Dat is best wel cool. Alleen moeten we natuurlijk wel oppassen. Kijk maar, ze vallen hier bij bosjes neer. Auw, ik krijg geen lucht. Ik zou dan echt meteen ontslag nemen, zeg. Wat een eikel. Maar goed, daar gaan we dan. Sorry voor de abrupte kleurenflits, dat had ik niet verwacht dat dat zou gebeuren. Nou, we zijn met Darth Vader op Kashyyyk. Kijk, dit dan toch wel heel geweldig. Alleen nadeel dat Vader niet snel kan lopen,
Dus om het een beetje sneller te gaan, zal ik af en toe springen. Lightsaber. Die stormtroopers hebben het moeilijk tegen die haarballen, dus we zullen een handje helpen. Graag gedaan. Kijk, en dan lekker weinig. Die gaat richting dit. Zo. Nog één hoekje over en één trooper. Dat is mooi. Je gooit hem gewoon erheen. En loopt op die bord af. Duik waar we door die poort moeten. En het spel zegt nu ook: gebruik force push. E. En deze devastating blow. Blue! Geweldig. Oké, die poort is ingeramd, dus we kunnen erdoor. Best mooi. Die boompjes die zijn zo zwak als papier. Doe er even één push tegen en kijk zijn push. Ah jammer. Nou, laat ik het dan zo zien. Als normaal, als je tegenaan pusht, wordt ze meteen omver geblazen. Maar ik kreeg nu op iets anders blijkbaar. Oh, een Wookie. Dus we pakken de grote en gooien die naar die haarbal die daar zat. Oké, saber throw. Altijd nice. Overkill. Nog een boekie. Oeh, terugkaatsen. Nog een saber throw. En hij is niet meer. Die troopers die achter me staan te vuren, die helpen me ook wel aardig, maar het zijn voor de rest nutteloos. Hebben jullie ooit gehoord van stormtrooper effect? Zie je vaak in films, veel vijanden worden afgeknald en de helden zelf die krijgen gewoon totaal geen klappies. Komt dus oorspronkelijk van de Star Wars films. Want daar zie je ook dat de stormtroopers bij bosjes vallen en de helden haast een schrammetje krijgen. Die boompjes die vallen bij Partoppels in op. 7, nice. Je zit daar een groep stormtroopers te vechten tegen een dosis haarballen. Gebruik dus even een rotsblok om die herrie op te laten houden. Buiten bij mij is nu ook herrie. Het is oudejaarsavond. Nu ik dit opneem. Er zijn nog een paar van die boekjes over. Dus gebruiken we even Force Repulse. Vet cool altijd. Buff. Nice. Gooit die gewoon weg. Hé, hey, niet op me instaken, ja? Met Darth Vader. You got that slicing woman? This is what I call slicing. True Wookiees. Yeah? It's me, the bitch, that's Vader. Oeps, houtje. Nog geen push nu. Ah, nog meer haarballetjes. Geweldig. Ik stik er nog in, zoals de katten zijn. Zou ik doen. Oceani. Is dat nog een met de buur of zo? Nee. Oké. Ah ja, de hangbrug. Fascinerend altijd. Dat ding is zo gammel. Je doet gewoon één keer een flinke force push en het hele zaakje flikkert in elkaar. Geweldig. Boef. Alleen staan nog steeds Pro-Bookies overeind. Dus we gebruiken Force Repulse om de rest in te laten starten. Boom! Great. Oké, we zijn nu bij een versperring. Blaast even op. En hier gaan we bij de volgende part op. Ik zie dat de 10 minuten bijna om zijn. En dus zal het programma er ook snel mee kappen. Subscribe, like en comment als jullie deze video van mijn kanaal leuk vonden. En ik zie jullie bij de volgende part. Tot ziens!